viel haar vriendin Ilse niet lastig? Iris. Jezus. Auw. Ja. Auw. Die trok als eerste een mes. Ja, Victor Reinier van Flikken. Bijna potentieel televisiering winnaar. Ja, en bijna hadden we hem hier ook aan tafel gehad. Maar de man is zo druk, hij heeft nooit tijd voor ons. Behalve blijft toch een mens als hij ons nodig heeft. En hij heeft ons nodig. Hij heeft onze stem hard nodig. Hoe dat precies zit en of er nog gelachen kan worden, hoor je in het volgende gesprek. Helaas niet in het plat, dat dan weer niet. Nee, niet in het dialect, want dat spreekt hij nog niet. Victor Reinier, niet in het dialect. Dat was eigenlijk de bedoeling. En daar komt hij, want zijn naam zit nu wel goed. Nou, ik versta het, hè. Maar ik spreek het. Nee, helaas, jongens, ik kan het nog niet in het echt in het dialect. Nee, dat wordt echt lachen geblazen. Hoe kan het dat een formule die jij meebedacht, 7, 8 jaar geleden, dat die nu nog steeds zo populair is? Terwijl er niks zo veranderlijk is, volgens mij, als de wetten van televisieland. Nou ja, dus daarom groeien we wel mee. Hè? We laten het niet op hetzelfde niveau. We proberen het wel elk jaar spannender mee te gaan met de problemen van nu. Dus we ontwikkelen ons net zo met de geest mee van de tijd. Omdat je de tijd laat zien? Omdat je maatschappelijke problemen aansnijdt? Ja, dat doen we altijd. Ik vind dat we altijd wel bezig zijn met horen. Ik krijg natuurlijk ook heel veel 1-2'tjes met de politie zelf. Weet je, wat speelt er op dit moment? Dat proberen we altijd mee te nemen. En wat speelt er op dit moment? Nou, er spelen op dit moment wel dingen waar we ook onze vingers niet aan willen branden. Wat is de grens? Ja, dat is toch wel een beetje de Syrië-gangers. Daar hebben we wel over nagedacht. Maar dat vinden we zo onwaarschijnlijk ingewikkeld en zwaar dat we daar onze vingers voorlopig even niet aan branden. Kun je uitleggen wat daar ingewikkeld aan is? Want een aantal van die Syrië-gangers komen uit Maastricht. Ja, als je zo'n verhaal wil vertellen, dan moet je alle details helemaal op orde hebben. En dan moet je eigenlijk veel meer schrijfruimte hebben. En vooral tijd om het voor te bereiden. Dan moet je research wel zo goed zijn. En dan kan je geen kleine fouten permitteren, vind ik. Ja. Dat kan je bij, als het gaat over inbraak of wapenvergunningen, ik ga er net naast zitten of zo. En dan is het nog wel lollig. Maar dat vind ik, als het gaat over dit soort zware problematiek, als het extremisme en IS en het kalifaat, nee, dan wil ik geen fout maken. Zijn jullie wel een serie die de lange lijn doortrekt? Hè? Het zijn niet losse afleveringen, maar het is een lang verhaal. Dus je zou aan het begin van het seizoen, als jullie met z'n allen nadenken over wat die lijn van het seizoen moeten zijn, zou je wel die grote lijnen kunnen uitzetten. Nou ja, kijk, het mooie is dat we vermoedelijk volgend jaar een heel jaar de tijd hebben om te schrijven. Dat is een productioneel technisch verhaal, maar het zou zomaar kunnen. En dan kunnen we veel dieper op de materie ingaan. En het is toch, schrijven is tijd. En als je geen tijd hebt, dan moet je toch wat sneller werken dan je wil. En een heel jaar tijd om te schrijven, dat is omdat jullie er dit jaar 2 opnemen, 2 series? Dat is omdat we dit jaar 2 series hebben opgenomen. Hebben we volgend jaar opeens extreem veel ruimte om te denken en te schrijven. De televisiering. Waarom willen al die programmamakers zo graag ineens die televisieringen? Dat we ze overal zien, oproepen, we moeten stemmen. Dat was een aantal jaren geleden helemaal niet zo. Nou, ik denk wel dat de hysterie rond de ring wat groter is geworden. Maar de waarde van de ring is altijd heel hoog geweest, hoor. Het is de enige echte grote televisieprijs van Nederland. Het is de publieksprijs. Dus ja, als je die wint, dan heb je toch de hoogste waardering van je kijkers. En dat wil je, daarvoor maak je je programma's. Ik zou ook kunnen zeggen, dat blijkt ook uit de kijkcijfers. Kijk gewoon naar de kijkcijfers, dan weet je wat het populairste programma is. En dan zijn er weinig die met jullie kunnen concurreren. Ja, nou ja, dat is de ene kant waar, aan de andere kant niet. Want er worden bij de publieken dan nog wel ook waardering gemeten. Ik heb dan hoeveel mensen kijken er en wat vinden ze ervan. Dat bij de commerciële doen ze dat niet. Kijk, hoeveel mensen kijken er. Interesseert ze verder niet zoveel. Of mensen kijken uit leedvermaak of dat ze het echt goed vinden. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Je hebt van die programma's. Dus wat dat betreft weet je nog niet precies wat ze het meest waarderen. Stel dat je hem wint, vind je dat dan ook, stel dat jullie hem winnen, vind je het dan ook een prijs voor Maastricht? Ja, nou en of. Nee, ik vind het heel erg een prijs voor Maastricht. Het is wat je zegt, als jullie Flikken wint de prijs. Als we winnen.
En Flikken is Flikken Maastricht. En Maastricht is een van de hoofdrollen van de series. Je kan Flikken niet denken in Zwolle, Groningen of in een andere stad. Flikken hoort alleen maar thuis in en rond Maastricht. Wie zou moeten winnen als je als televisiekijker kijkt? Nou, ik vind dat Flikken Maastricht moet winnen. Daar ben ik misschien iets gekleurd in. Waarom zou Flikken Maastricht moeten winnen? Nou, jongens, ze zijn nogal 9 seizoenen lang onafgebroken aan het groeien en aan het pieken. En we hebben een heel erg trouwe kijkerschare. Het is niet voor niks dat je 9 seizoenen door mag. Hè? En dat het volgend jaar het 10e seizoen komt. Dat komt er zeker, hè? Dat komt er zeker. En dat is ongelooflijk uniek voor Nederlands drama. Dus ik denk dat wij als ploeg daarmee wel iets verdiend hebben. En ik hoop alleen dat de kijkers dat ook vinden. De kijkers moeten goed begrijpen dat de teller aanstaande donderdag weer op 0 staat. Dus alleen donderdagavond kan er gestemd worden op ons. Vanaf 8:30 geloof ik op Nederland 1 bij de Gouden Televisiering. Ja, dat is ook de reden dat we nu met jou mochten praten natuurlijk. Nou nee hoor, je mag van mij altijd, ik ben niet zo moeilijk te bereiken. Maar het is wel een mooi aanknopingspunt. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om nog even te attenderen dat als je op Flikken wil stemmen, dat je dat donderdag moet doen. Wie mag het woord voeren als die prijs uitgedeeld wordt? Angela en ik, gelukkig. Vind ik super fijn, want ja, als we winnen, dan mag ik dan echt eindelijk de ring om Angela's vinger schuiven. Ja, dat lijkt me gewoon meestelijk leuk om te doen. En dan spreken we af dat je Maastricht bedankt, hè? Ja, maar natuurlijk bedank ik dan Maastricht. Dan danken Angela en ik samen Maastricht en heel Zuid-Limburg. Ja. En Noord-Limburg ook wil ik dan toch, want die stemmen ook. Ja, die stemmen ook. En morgen dan zullen we zien of die televisiering hier naar het zuiden komt. Morgen dan zit hier aan tafel.